tussen act en react van aan de basis. En het is belangrijk dat we dat van aan de basis beginnen en dat we dat doorgroeien tot 18 in een vrijdag en zelfs nu van weer naar de C of team toe. Coach Luc gaat ons met de U12A daarover inlichten, daarover tonen hoe dat hij werkt, waarmee dat we eigenlijk bezig zijn. En we gaan dat, hij gaat dat opbouwen tot aan de 21 met die groep. Daarna, dat zal ongeveer 19:45 zijn, daarna is er nog een korte sessie in de cafetaria van mij. In die zin een aantal variapunten, een aantal punten voor jullie, om jullie in herinnering te brengen. Die je moet doorgeven naar de groep toe en jullie spelers toe. Die zaken allemaal. Gewoon opfrissing van. En dan biedt de groep nog een drankje aan. Er gaat hier en daar nog iemand toekomen die wat later zou zijn, waarvan ik op hoogte ben, dus dat is geen enkel probleem. Ze kunnen zich inschakelen in het video. Het is de bedoeling, het mag interactief zijn, dus als je vragen hebt, kan je gerust coach Luc onderbreken, zodat hij direct een uitleg hebt van de vraag waarmee je geconfronteerd bent. Dat doen we. Ja? Goed. The floor is yours. Goedenavond iedereen. Ik ben graag geweest van coach Diek. Dit jaar te werken met een verhaal die 16. Je weet dat waarschijnlijk van de specialisatiegroep die op woensdag komt. 1 uur met 12, 1 uur met 16. Nu 16 is heel specifiek. Dan gaan we alles wat erbij hoort is met de week van dit. Hier is dat zijn wat we doen. Om 12 hebben we vanuit de coach om je terug te pakken naar wat de baas eigenlijk is. Hoe zie jij dat? Hoe werk jij daaraan? En combineert dat ook met een aantal basis naar skills doen, naar voetenwerk, naar omgeven wat die daar kan bij horen, die op hun niveau installeert in beeld. Uiteindelijk is de bedoeling van vandaag een korte topics. Het zal een opwarmingsdeel zijn, omdat de opwarming ook veel gestopt heeft, waar zeer veel meer gedacht wordt, act, react. Ik ga geen los oefeningen geven, zomaar. Ik ga een aantal dingen als ze niet van mij bestaan, waar ik al een paar van zien. De typische vier op een rij, de beneden, allemaal dribbelspelletjes, oefenspelletjes, waar er verwacht wordt dat een speler, wanneer hij iets doet, ook kijkt naar wat er gebeurt daarnaast. Altijd maar zonder iets te doen, prachtig, te maken een layup of ik doe dit. Je geeft een pas, je beweegt, je geeft een dribbel met een bepaalde kleur, je doet dat. Die gasten zijn nu een 12-jarige bij mij aan het werken. Ik ga ze ik heb ook een kracht in die gasten zitten. Die werken dus echt fijn. Wat is zeer goed. Ik ben voor de mensen die daarmee werken en ook voor de die daar vroeger mee werken. Het zijn echt zeer goede opgeleide jeugdspelers. Ze komen zeer gemotiveerd naar training hier ook. En iedereen voor die U16, je kunt daar echt mee werken. Nu, wat is eigenlijk de hoofdbedoeling? Dat is hetgene die wij hier aanbrengen. Dat iemand die bij U12 coacht, of bij U8 coacht, of bij U14, of bij U16 coacht, en die moet vervangen worden. Heel dikwijls merk je, en dat is in veel ploegen zo, hij moet gaan coachen met een ploeg waarvan je niet waar ze spelen. Maar eigenlijk is dat niet belangrijk. Als je uitgaat van dit concept waarmee we nu werken en je bouwt dat op, dan weet je als je het pakt, als je roept, schuift op en doen ze dat. Als er één gebruikt wordt en je er ook een dribbel uit, dan doen ze dat. En dit gebeurt eigenlijk vanuit de basis. Als je dat constant uitwerkt bij U8, U10, U12, U14, dan heb je geen enkel probleem om een wedstrijd te coachen op dat niveau van een U16 te doen. En dan merk je heel dikwijls coaches die schrik hebben om over te pakken. Goh, wat doet die en waar speelt die en wat doet die? Sorry, maar tot U14 zet ik geen enkele speler op een vaste plaats. Pas vanaf U16 begin je naar vaste plaatsen, begin met screening. Al wat er gebeurt, dat is eigenlijk opbouwen en bewegen binnen dat concept. Met act en react. Nu ben ik daar weer gaan over nadenken. Ik heb juist verteld ook een aantal mensen. Ik ben dit jaar gestopt na 18 jaar met tweede nationale en derde nationale assistentcoach. Uiteindelijk denk je daar niet meer op een duur over wat de basis is. En ik ben herbegonnen met U14. Ik zit nu bij U14 in Waregem. Eigenlijk met een proef die technisch zeer zwak staat. Maar die mij gedwongen heeft ook om veel na te denken van hoe kan ik dat weer gaan opbouwen. En ik heb
dat ik een boek in de boek aan die gasten en dat ze wat bijgepakt. Eigenlijk kom ik stukken halen uit wie ik ben in netjes bezig gezien heeft met zijn chaos basketbal en van daaruit vertrek ik naar. Dit is al een ander deeltje. Je hebt ook stukken vanuit de cursussen C en B die ik gaf tijdens het VVS. Dat zijn ook stukken die daaruit terugkomen. En je hebt dan ook een heel stuk analyses die van DVD's die ik gemaakt heb van Rossine en van Torbett. Die waarschijnlijk wel kennis die daarin passen. Die echt zeer, zeer nauw betrokken zijn naar wat gebeurt in act en werk. Als je dat zo allemaal een beetje samenspreekt, dan ga ik hier vandaag niet veel nieuws uitvinden. Maar is dat gewoon mijn visie op hoe werk je met gastjes op die leeftijd. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een teamconcept te komen. Dat is eigenlijk hetgene waar we vandaag in de stad zijn. Wat eigenlijk de vraag was van hoe staat hier. Ik geef daar één voordeel bij. Voor jaar de laatste wedstrijd hier gaan kijken ben bij een regionale ploeg hier die met U14 speelde op dat moment, omdat ik niet wist wat dat in de was. Die beginnen en die spelen wedstrijden die tonen een 4, een 6, een 2. Dan stel je de vraag, hartjes en alles zijn hier bezig. Dit zijn geen spelers meer die gecreëerd worden op de banken. Die moeten gewoon reageren op wat er gebeurt. Gaan vrienden zetten, gaan dit doen of dat doen. Terwijl je in dat spel zoveel kan proberen als dat mag gaat. Als je dat goed beheerst, dat je eigenlijk alle opties hebt die eruit komen, die je heel snel en goed uitvoert. Ik ga werken vandaag, vertrekken vanuit een globaal beeld naar een analytisch beeld. Dat wil zeggen, ik start met een 5-0. Eigenlijk om je te tonen heel basic, het zal door een U8 gaan tot U14 opbouwen. En daarna kan ik verder bouwen naar U16. En eigenlijk al wat daarin zit vanaf U16 en je gebruikt screens. Als je een screen gebruikt, dan wordt het gecircled. Als er een drive gebeurt, dan gebeurt dit, dan doe je dat. Dit zijn allemaal logische bewegingen die volgen uit wat er vandaag kort zal getoond worden voor U8 tot U14. Op het einde, het is ook heel belangrijk dat de rules, ik ga die nog misschien doorgeven dan ook aan de coachingstaf, dus zijn rules die ik opgebouwd heb vanuit alles samen gewoten in. En die voor mij belangrijk zijn, ik ga die ook constant meegeven. Van let daarop. Als je de pas heeft gegeven, dat zijn simpele rules, maar ze moeten dat ook voelen, dat ze moeten dat weten. Nu uiteindelijk, elke training gaat starten met wat ik zeg daar juist, met opwarmingsbeweging. Elke training starten wij met een opwarmingsbeweging. Want toen zij elke training voordat ze toekomen, wie hier al geweest is, je weet dat. De eerste 5-6 minuten gaan ze niet van shotten vinden aan de andere kant. Dan nemen ze gewoon één tennisbal en een basketbal en werken ze even vrienden met een tennisbal en een basketbal en een balhandling drills. Die ze meegekregen hebben van mij. Ik ga er ook een aantal tonen in de oefening die ik straks ga doen met de hoepels. Maar het is van belang dat zij niet constant binnenkomen in de zaal gaan. Die skills met een bal, cross, back, cross, behind, en het tennisbal gaan vangen. Al die zaken constant, en ik noemde dat nu een A-principe of het A-principe. Je leert iets aan, je automatiseert dat en daarna ga je dat perfectioneren. Meestal zijn wij content als we iets aangeleerd hebben en ze doen het een beetje. Dus dat perfectioneren komt er niet meer. Dat is juist die sleutel die er nog moet bijkomen. Die aap, daar ga ik heel matig aan terugkomen. Dat is een heel belangrijk concept dat je kunt opbouwen. Oké, jullie gaan beginnen. Binnen het concept voetbal, wat eigenlijk zeer goed bereikbaar is in basketbal, we zijn daar ook mee begonnen met het uitwerken. Heel simpel, je speelt het spel goed op een Thank you.
ga je de rockstop terugleggen in de doos en dan kan het tegenvallen. Hier kan je al die balvaardigheid bijduren. Je zegt nu je pakt een tennisbal, je gaat ze mee kijken, tennisbal dribbelen en basketbal dribbelen. Kinder naar kinder leggen, dat is juist dezelfde optie. We trekken aan die kant, één keer. Klaar, go! Gelijk tegen dribbelen, basketbal, tennisbal. Hier kan je gaan van hier, dat is de bal op weg, de catch, hup, cross, cross, back, behind, en tegen, wat? Laat ze uit. Alle voeten in de hoek opkrijgen, heel belangrijk. Alle voeten uit, klaar. Zij gaan het werken, dribbel, dribbel, dribbel. Oké, vanaf nu werken we de bal op en catch. Bal op weg, catch, bal, hup. Opletten, catch, opletten, catch, opletten, catch. En dribbelen ondertussen. En je zal merken, als je dan tijd gewacht hebt, dat de eerste met een start en opdracht. Dat is een goede opdracht. Dat is een goede opdracht. Dat kan je gewoon gaan zeggen, hoor. Oké, vanaf nu moet je de bal opwerken. Cross, cross, pak. Dus de bal opwerken. Cross, cross, pak. Cross, cross. En je mag niet vier botsen als dat moeilijk gaat. Bij een hele kleine straatje twee keer botsen. Als je gewoon wat pop gaat, dan moet je pak worden en hetzelfde beweging niet. En hier kan je variëren. Je kan ook gaan zeggen behind, behind, between, 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 behind. Eén keer naar twee, dat je al wat niveau haalt. Laat ze maar wat moeilijker en moeilijker gaan. Oké, okay, hou je. Nu gaat dat in die blokjes. Als je met heel kleine straatjes. Actie en reactie kan je ook bijvoorbeeld rood en groen en geel boksen. Rood en groen en geel boksen als coach roep je rood. Dus eerst rood gaan zoeken, dan rood daar leggen, groen daar leggen en ze varieren. Jij zet dan als coach een moment op die zegt van dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Dat is het doel, waar het rood gebeurt. Dus zij denken altijd verder. Die tennisbal kan je ook vervangen door basketbal. Dan laat je ze werken met een sportbal enzovoort. Je kunt daar eigenlijk ongelooflijk veel mee variëren in deze oefenbord. Wel een oefenbord kunnen we ook gebruiken, dat als je 16 hoepels hebt, dan leg je de 16 hoepels, zet je daar een groep van 4, in een groep van 4, je begint zonder bal. Om te eerst zorgen dat je met 4 op een lijn staat, zwart tegen rood, wit tegen zwart. Laat ze maar lopen met die eindelijk. Ze zijn aan elkaar aan het kijken en ze proberen met 4 op een lijn te staan. Dit is vlot gemakkelijk, maar met je basketbal gaan leggen. Ze dribbelen, en je moet er al dribbelen, 4 op een lijn gaan vormen. Niet eenvoudig. Een stapje verder aan als dat heel vlot gaat, moet dan maar eens proberen met kadetten. Want dan weten we dat die goed zien wat ze niet kunnen. Twee ballen gelijktijdig, dribbel, kijken wat er gebeurt. En dan vier op een lijn voor 40 stappen. Niet eenvoudig. Maar hier zitten zijn zeer eenvoudige oefeningen waar je dus echt voor jij moet over denken. Ik kan hier enorm veel mee doen. Dit zijn zo de oefenvormen, opwarmingsvormen die zij vaak krijgen op woensdagvormiddag. Je ziet ook, ze zijn daarin getraind en ze doen dat ook erop niet graag. Oké, goed. Ga ik de hoepels terug verzamelen. Tennisballen mogen in de doos. Ook zo doen voor binnen half terreintje beweeg je. De bal mag niet op de grond komen, dat ken je waarschijnlijk wel wat niet van. Maar dan moeten ze ook spreken, echt een reactie. Heel belangrijk, één keer de bal op de grond komen. Dan gaan we specifiek een loopbeweging doen. Zij mogen nooit stilstaan, ze mogen nooit van de grond twee tellen de bal in hun hand houden. Ze moeten constant de bal dragen, ze mogen niet stilstaan. Stilstaan, dit is stilstaan. Als het de plaats blijft, dus een duur doen niet. Oké, met twee bal. Go! Bal! Bal! Bal voor. Als de bal stappen kan, als de bal erop komt, dan zijn we al verantwoordelijk voor elkaar. Zet ik zo de bal bij staan, want het is vandaag niet echt een specifieke training. Op de baseline beginnen met één ding. Voordat voor mij wat klein terug. Drop op het terrein en jij drop. Go! Bijvoorbeeld, dat is maar een oefening. Of, je moet de zijlijn tikken aan de andere kant.
Dit gaan we even proberen. Hier is de pas. En je raakt de zijlijn aan de andere kant. Ga stil. Bal! Bal! En je zult zien hoe lang dat gaat stilstaan. Goed, dat je 5 minuten
wat de normale stopstofdruk is. En op iedere keer ook niet opgevallen. We trekken nu het act en react en het basic. Deze is ook jullie. Ik heb het van hoor. Oké. Je heeft als opdracht, wie de bal heeft, die gaat naar doel. Probeert zo snel mogelijk te scoren. En deze spelers gaan zich aanpassen volgens dat hij dribbelt. Je kunt dat pas geven en go, gaan we even uitlaten, maar ik ga het dus nu al uit van de circle doen. Gebruikt hij hier de drive die kant, schuift hij allemaal door. Lonne, jij zorgt dat die tennisbal, dat er achter, dat die tennisbal in de doos zit voor leer dat hij die score heeft. Ja? Op het moment dat je tot hier springt, de bal met haar in. Jij moet zorgen dat hij score, jullie moeten op positie staan, klaar om hinder achteruit. Zijn we klaar? Oké, stap. Kijk even naar de houding van die gasten. Sommigen staan heel klaar, running, sommigen staan al heel klaar. Ik ben altijd die basic houding, maar ze zitten allemaal klaar. Dat is heel belangrijk. Ready, go. Ready. En dus is je drive. Stop. Laat de kant van de ene even drukken. Die kant van de lucht. Opnieuw. En je laat ze doorschuiven op die moment. Ze doen de stappen naar 5 tegen 0. Heel rustig opbouwen. Kijk naar de beweging van wat daar gebeurt. Act react. Ready. Tennisbal erbij, overal een tennisbal, bal daar, tennisbal hinder, daar en daar. En je trekt dus iedereen zorgt dat iedereen één keer gedraaid heeft, als opwarming te drukken, zo veel deel. Als je weer hebt scoren, heb je geen drukken. Leg je bal 50 op de kegel, dan leg je 30 op de kegel, haal 1 puntje. En laat je zo wel een positie gaan tegen elkaar. Je kunt dat ook agressief maken en zeggen, best jubileum, ben je uit. Dat is zelf zoeken hoe werken we. Laat even laten lopen. Ja. Staan, goed. Goed. Leer gemist, niet? Die zijn kegels bij dat. Leer geven, bal aan iemand anders. We gaan de kegels, tennisbal doorgeven, dat erover aan je ligt. Ready? Laatste keer. Daar. Jij loopt wat te maken. Volgende shot.
veel sneller. Indraai, actie, weg. Goed. Ja, op. Als we dan allemaal wel vaker zijn, de warmingen, geef je de pas en ik geef eigenlijk de indruk dat er een drukkende, pressende verdediger op je zit. Wat is je eerste reactie? Wat ga je doen met je bal? Ik ga de voet achteruit trekken en de bal beschermen. We hebben die defensieve houding hier. Bal achteruit, back-up dribbel. Opletten dat je niet buiten loopt. Haal de kegel aan en dan mag je ze even laten fantaseren. Doe je best een angle-breaker dat je kunt. Doe je tussen de benen achter de rug, kap en go. Jullie gaan reageren op wat hij doet. Daar. Zet je de press uit. Ja. Back-up. Lees. Hop. Circle. Heel sneller. En veel sneller reageren van de kegel. Daar valt iemand anders. Hop. Back-up. Als je de bal zo dubbelt, gaan we kwijt zijn. Achteruit, back-up, positie houden. Klaar, ja, let's go. Vanaan, go, go! Heel snel, pas! Ja, goed. En nu maar, gaan we op de score. We gaan niet op 2, 3, 4 acties, je kunt dat doen. Maar we gaan juist op naar 1 actie. Pas, back-up, snel. Draai, circle, ja. Wel weten als je gaat, is dat gaan, als je past, is dat een pas. Laatste optie. Probeer in het begin zo lang mogelijk al je spelers te krijgen
is dan een hele grote. De meest moderne vleugels tegenwoordig in deze passen, die zijn 2 meter en. Je kunnen shotten, je kunnen draaien, je kunnen lopen. Als hij als minim, als kadet, 2 meter hangen, laat hij als brief niet van onder de kracht opzetten. Grootste fout. Ik heb zeker nog een fiets gedaan. Die de steeds ook bij 2 niet speelde, maar dat was niet goed. Dat komt dat bijna niet zo. Je moet alleen maar dat balletje erin leggen. Die heeft een tijdje nodig gehad. Ja, dat is niet goed geworden. Waarom vooral een heleboel balvaren? Als je grote spelers als brief, dat kan je eerst niet eraf als centrum. Laat al dat brief goed worden van de handen erbij. Oké, okay, ja, hier hebben we op 1. Je hebt frontpunt, speedpunt, vierpunt. Dat is heel snel laten uitvoeren. Rechts, links, dat gaat niet altijd door, maar je weet sowieso dat je rechts en links altijd naar rechts, beide kanten. Nu vrij statisch beginnen, je hebt hele feitjes. Nee, dit doet met grootte. Ik zeg aan de middellijn, de wacht de middel. Laatste bal, speed-up. Heel, nu heel statisch. Laatste bal, rechts en zo, en we gaan speedpunt. Hoog, let's go. Ja. Dan gaan we. Dat is vooral het allerbelangrijke details. En ik kijk dan vooral naar de spelers die binnen de bal krijgen. De helft van de spelers die daar staan, die kijken hier in de tweede positie. Ik vind het heel erg dat je hier in de tweede positie komt. Kijk mij vooral naar de spelers die hier draaien. Daar kun je de square af en dan heb je de square uit die handen. Heel snel door. In de beginfase draai ik ook altijd aan die handen van de draag achter de bal. Door. Vraag maar. Oh. Oké, okay. Acties kan je blijven doen. Alle mogelijke snijbeweging. Ik heb een vraag voor de speedpunt. Pas dan ik door. Je kunt ook werken met een frontpunt. Snij. Snij weg. Of met een wielpunt. Snij af. Al die beweging optimaliseer je en laat je veel aan bod doen. Kan je heel snel blijven op de opwarming worden? Jullie gaan het Thank you.
zijn back hoor. Belangrijke optie. Af de punt af. En daar ook de bedoeling van. Raad de bal. Goed. Daar twee met al van de bal. Ja, daar is het helemaal in.
aanvaller, op de man die daar de bal krijgt, die gaat beginnen vol front. Dus je geeft de pas. De bedoeling is eigenlijk dat ze bij deze beweging nog vaak hebben. Je kunt daarmee letten als je vast hebt, want je kunt het niet doen. Over die boven zegt van de juiste doet dat. Je geeft de pas, niet zo goed. En die hand op naar rechts. Right, oh.
telkens een inside foot of een outside foot. Hier heb ik niet gevraagd van kies telkens de buitenkant of de binnenkant. Dit is een andere manier. Ik denk dat we hier de binnenkant gaan aanvallen. Dat is het laatste deel dat daar altijd op de weak side. Als we de top opstaan, dan gaan we dat veel intensiteit. Dat komt straks. Dus dat is wel belangrijk dat we dat weten. Eén keer dat ze hier vertrekken. En je ziet naar hier, krijg je een circle-tropsie. Kijk je dan naar hier, komt dat je feit ook een circle-tropsie. Maar de dieren daar, die gaan stil blijven zijn. Dat is een vast shot die heel belangrijk is. Eén keer dat die dan op de dat heel veel shot gekomen komt. Ja? Maar dat is wel een stukje raar. Deze doet zijn normale draaipositie. Time is super belangrijk. Op het moment dat hij hier komt en je start zijn draai, recursie in sprint, backdoor beweging. Daar gaan we in de backdoor, krijg de bal en we gaan. Oh, and I'm
Pas maar. Even hier, dat gaat. Het zit aan twee kanten weg. Je hebt veel slaap, dus dat is het rijden. Draai, help, haas, jump. En je weer gaat hier op. Ik kan die passen komen, dat is goed niet uit. Als je aanvalt en je draait, wil je een top-tip aanval.
En dan niet zomaar naar de rond rondrennen. En dan gaan we naar de volgende. En dat is die dribbel uit. Druk op de bal, druk ook daar, maar niet echt goed te zetten is al een denier druk die pas in. Dat is een beetje van daar. Dan kan je zijn als veel van iemand die daar staat. Ik kom naar u en ik stuur u weg. Dribbel uit, of dribbel naar, of dat doet dat noemen, fill up, fill replace, dat maakt niet uit. Dat maakt het juiste tak dat ze weten wat je van hier aan deze bent. Vooral belangrijk, dat is verschil met de rest. Als ik hier dribbel, schuif hij al naar daar. Als ik hier dribbel, en ik kies die lijn, dan gaan we tegen doen van dit. Op het moment dat hij dat tegen doet, weet hij van ik kom weg, maar hij komt naar daar. Komt daar. Dan. Die stap om. Gaat het even aan. En dan ik de draai. Draai, als je draait, ga je naar de ring. Niet zomaar hebben, niet naar de ring. Let hem aan. Ah. Stop.
dat je daar met die bal. Wat heeft hij gedaan? Heeft hij tegen gedaan? Hij heeft de vriend tegen gedaan, die heeft gedraaid. Laat het aan zoeken. Als hij die draait, springt hij. Zoek, hier, moet je naar hier komen. Nu moet je bal krijgen hier en hier, zoals hij de rest deed. Opnieuw, lees. En als hij geen teken doet, hij komt hij weer daarbij. Geen teken, dan zijn een circle. Thank you.
als je weet die en ze kunnen de LA ook inzetten. Dat is dat. Trek maar in de dubbel. Klaas. Dit zijn pas. LA komt. 3-3 scoren. Hela. Dan 3 keer draaien in een circle, maar dan mag je van scoren. Go!
draaien. Dat is jouw moment al als goed als je weet van. Opstap, ga naar binnen. Ga naar de optie, backdoor. Je gaat een stukje backdoor. Spelen die de backdoor, pak de zaak en zet geen spacing aan maken. Anders draai je een grote stand en ook een punt krijgen. Heb je nog niet? Je mag zelf doen. Je kiest twee keer de draai. Baseline drive, hij stond hier, hij wist het nog dat, hij moet naar hier komen. Zodanig dat die balans die baseline kan gepast worden. Anders gaan we constant vastgeraken. Maar dit is hier natuurlijk de bedoeling natuurlijk. Wanneer hij komt, moet hij mee surfen. Dit vraagt een kleine surfen, een kleine knik bij die gasten. Maar nee, je kan hier aan mijn shot komen. Right, set up, of nee? Heb je ja, heel goed. Oh, oh, hoi, ga weg. Surfen. Verder wil opbouwen. Ik heb een aantal hoekjes staan. Even groot op dribbel uit. De span inside is alleen. En je doet die combinatie dan niet aan, zo die had ze dan zoeken. Kijk, als ze daar goed mee bezig zijn, dan zie je dat het echt vlot loopt. Maar dit vraagt wat inspanning van je training om daarop te werken. Zijn er van jullie kant uit nog vragen? Nee, ik zie het niet. Ik weet dat die gasten een applausje zien, dan dat deze. Ik heb geen tekening op de. Ik vind dat leuk. Ik heb veel functioneren.
Tijdens de training, voor de training.